Je loopt op zwarte schoenen. Ja. Dat zijn wat voor schoenen? Orthopedische schoenen. Orthopedische schoenen, en die heb je nodig? Ja. Want wat is het medische probleem? Door een auto-ongeluk heb ik een beenlengteverschil van 8 centimeter. Een verbrijzelde enkel, een verbrijzeld onderbeen. En mijn voet is een centimeter korter dan die andere. En daar heb ik dus orthopedische schoenen nodig. Ik kan niet op normale schoenen lopen. Wanneer was dat ongeluk? 2006. En 88, twee keer. Oh, twee keer heb je ongeluk gehad? Ja, hetzelfde been. Ja, ik ben er nog. En die 8 centimeter is het probleem, die kan geen enkele normale schoen aan. Nee. Ik kan niet remmen, ik kan niet sporten. Maar goed, dat is niet mijn straf. Maar verder kan ik, ja, met kleine aanpassingen kan ik bijna alles doen. Ja. Als je die schoenen niet aan hebt, hoe ziet het leven er dan uit? Beperkt. Dan kan ik niet lopen, geen afstanden lopen. Elke twee jaar vraag ik nieuwe schoenen aan. En die heb ik netjes ingediend bij SGR Groep, bij de Vriet. En toen kreeg ik een berichtje dat het afgewezen was. Op grond van? Voor mij heel onduidelijk, maar ze zeggen orthopedische schoenen zijn alleen voor diabetespatiënten. Ik begrijp de link niet helemaal. Want met mij zijn er meerdere mensen dus die niet uit de voeten kunnen met een gewone schoen. En ik heb gebeld en er was niet een heel duidelijke uitleg voor. Dan ben je vorige week in de uitzending gekomen van de Kroonluchter. Ja. Dan heb je verteld wat er met jou aan de hand was, een beetje dit verhaal. Ja. En wat gebeurde er toen? De volgende morgen werd ik gebeld door het SVB dat mijn machtiging klaar was. Dat is verbazingwekkend. Ja, het is duidelijk actie-reactie. Het is een reactie van de SVB op de uitzending. Ik mag aannemen van wel. Ja. Wat vind je daarvan? Triest. Ik ben helemaal niet blij, want ik ga wel verder met deze strijd. Want ik vecht niet alleen voor mezelf, maar ook voor de anderen. Ja, want nu ben jij geholpen, maar al die lotgenoten... Niet. Nee, en dat was niet de bedoeling. Nee. Wat wil je tegen al die anderen zeggen? Niet omdat ik mijn machtiging heb, ben ik klaar. Want ik heb gezegd zondag, ik ga er iets aan doen en dat doe ik ook. Ja. Mensen, heb je hetzelfde probleem met de hulpmiddelen en die je niet vergoed krijgt? Meld je aan op onderstaand e-mailadres en dan gaan we samen de strijd aan.